Er komt de bocht uit. Vertrokken, partie. De starters vallen met Tarmac, die er meteen als eerste in vliegt. In tweede stelling hebben we Kasarov aan de buitenkant, dan Bohemian Sunset. Ligt een beetje parked out aan de buitenkant van ook een vrijgestarte Charmeuse de Crécy. Caprisson en Hanna Huygens die liggen dan in vijfde stelling met Beno Lobel in het kielzog. Achter Beno Lobel zien we dan Bianco Hollandia met Lunatic en Amélie du Lombard wat verderop. Aan de reling volgens zien we dan Jonas van Helleputten met Elegance Vrijd Goud. Aan de buitenzijde van Kestoria Jet. En Candy Koetschoeve is dan de backmarker wanneer we de Gaverbeekbocht uitkomen. Tarmac die heeft de kop en koord in handen, maar laat nu Kasarov overnemen voor een volledige lengte zelfs. Kasarov is de leider, Tarmac nestelt zich in het kielzog van Gerrit Sukaat. Kasarov is de leider en daardoor hebben we niet weer het dode spoor, dat Charmeuse de Crécy. En daar zal Kevin van der Moord absoluut niet willen blijven zitten. Zeker niet met Charmeuse de Crécy. En dus wordt het tempo de hoogte ingejaagd. Charmeuse die wordt de leider. En wat gaat Charmeuse de Crécy nu doen? Volle has blijven gaan of een goede rug proberen te nemen. Straks er eentje te laten overgaan dus. Maar Charmeuse de Crécy die leidt. Nog altijd met drie lengte voorsprong. Op nummer 3 van Kasarov. Die ligt nu tweede. Charmeuse de Crécy als koploper. Kasarov in tweede stelling. Dan hebben we derde Tarmac. Bohemian Sunset die volgt dan met Beno Lobel en Lunatic in de buurt. Kestoria Jet die volgt daar net achter. Caprisson is omsingeld door de tegenstand. Bianco Hollandia en Candy Koetschoeve die volgen. Met in de start van het veld Elegance Vrijheid Goud aan de buitenkant van Amélie du Lombard. Maar Charmeuse de Crécy is de leider. Met anderhalve lengte voorsprong op in tweede positie Bohemian Sunset. Derde hebben we dan Kasarov. Die wil niet ingesloten raken door Lunatic en die laat Lunatic drie dik draaien doorheen de Gaverbeekbocht. Lunatic krijgt een moeilijke bocht voor te kiezen en de driver Michael Mewissen kon daar eigenlijk weinig aan doen. We komen doorheen die Gaverbeekbocht. Lunatic in vierde stelling, vijfde Tarmac, zesde Caprisson. Hanna Huygens heeft handig vrije baan weten te creëren en ze heeft de rug van Lunatic te pakken. Die kent ze natuurlijk even goed en samen met Caprisson probeert ze de positie te verbeteren. Dat is iets wat ook Kasarov vooraan wil doen. En Charmeuse de Crécy wordt uitgedaagd in derde stelling dan Bohemian Sunset. Tarmac die gaat in galop. Vierde hebben we Beno Lobel, Caprisson, vijfde, Lunatic zesde. Ik zesde met Amélie du Lombard nu aan de binnenkant. Daar zou er nu plaats zijn voor Amélie du Lombard. We zitten halverwege de laatste bocht met Charmeuse de Crécy als koploper. Met Bohemian Sunset die Charmeuse de Crécy onder druk zet. Charmeuse de Crécy nog altijd aan de leiding. Beno Lobel zit in het kielzog. Er komt een opening voor Beno Lobel aan de binnenzijde. Aan de buitenkant van Charmeuse de Crécy zien we dan Kasarov met Gerrit Sukaat zich met hand en tand verdedigen. Daar is Bohemian Sunset aan de buitenkant. Bohemian Sunset met Kasarov aan de binnenzijde. Kasarov met driekwart lengte voorsprong. Kasarov nog steeds met die driekwart lengte voorsprong. Het is binnen voor Kasarov. Hij wint het voor Bohemian Sunset. Die tweede wordt derde hebben we dan. Charmeuse de Crécy.